Stichting Betaljada heeft vandaag haar 40-jarig bestaan gevierd. Het tehuis dat onderdak biedt aan kinderen en jonge volwassenen met een ernstige meervoudige beperking, heeft deze dag herdacht middels een kerkdienst. Daarnaast zijn er diverse optredens geweest en zijn de kinderen verrast met verschillende attracties. Enkele medewerkers hebben aangegeven hoe het tehuis de afgelopen 40 jaar draaiende is gehouden. Maya Themen heeft vanaf het prille begin haar krachten gegeven aan dit tehuis. Ooit is het begonnen alleen maar in een plattenwoning met 7 kindjes als kinderhuis. Maar er kwamen er natuurlijk steeds meer. En dat als we over deze doelgroep praten, en ik ben blij met mevrouw Naidi, wij kennen elkaar. Ik ben blij dat zij echt over haar zoon sprak. Het is heel erg moeilijk om de kinderen, de bewoners, te leren kennen. Ze kunnen niet communiceren op de manier zoals andere mensen dat doen. En we nemen vaak niet de moeite om te denken en te kijken en aandacht aan ze te geven. We kijken veel meer naar de organisatie. Bij het 35-jarig bestaan hebben we geprobeerd om wel naar de kinderen te kijken. Naar hun eigenheid, naar hun eigenaardigheid, met de nadruk op aardig. En toen kwamen we erachter, althans ik kwam erachter, dat het eigenlijk heel mysterieus is wat er in hun leeft. Het tehuis dat momenteel aan ruim 40 kinderen opvang biedt, heeft wel plaats voor meer kinderen, maar kampt met een tekort aan financiën, zegt Themen. We weten echt wel dat Betaljada dan nooit meer gaat sluiten zolang deze doelgroep bestaat. En waarom niet plus nog meer? Omdat we denken dat we meer dan 40 kinderen moeten opvangen. De capaciteit met 4 groepen is nu ruim 40. Brian zei het al, de directeur. Helaas hebben we een opnamestop. Dat heeft te maken met gebrek aan financiën om salarissen te kunnen betalen. Maar er is plaats voor meer dan 40 kinderen, 40 plus. Maya Themen van de stichting Betaljada. Het tehuis heeft vandaag haar 40-jarig bestaan gevierd.